Welkom bij Door de Zonnebril Van. In deze serie krijg ik een kijkje door de zonnebril van bijzondere mensen. Deze keer Michelle Fleur. Ik ben heel benieuwd naar haar dromen en doelen voor dit seizoen. En niet zomaar, hè? Lekker op een terrasje, koud drankje, want het is zomer! Hey Michelle! Hi! Leuk om je te zien! Ja, superleuk! Hoe is het nu? Ja, goed. Goed met jou? Ja, lekker. Lekker. Mooi. Zullen we een drankje bestellen? Lekker. Wat is je favoriete zomerdrankje? Lekker rozeetje. Rozeetje? Het hoort wel bij het zonnetje wat we hebben vandaag. Topper, thanks. Cheers. Cheers. Op een lekkere zomer. Ja, lekker. Want vertel, heb je al zomerkriebels? Nou, wel een beetje met dit weer. Dan komt het wel. Het duurde wel even omdat het weer niet top was. Maar nu, ik ben toevallig net naar Ibiza geweest. Dus nu zit ik helemaal dat in. Je zit er wel in. Ja. Wat gaat er in je koffer? Ik ben echt een overpacker. Ik ben echt een hoorder. Mijn koffer is altijd te zwaar. Maar wat sowieso meegaat, olie. Ik wil altijd graag bruin worden. Zonnebril natuurlijk. Ja, en nu is het echt een mix van mijn outfits en heel veel troep ook voor mijn dochtertje. Luiers en ja. En je bent altijd, vind ik, heel erg hip. Zie je dat ook bij je dochtertje, dat ze ook al houdt van... Ja, ze vindt het wel echt leuk. Maar ze Want kijkt gewoon heel erg naar mij. Anderhalf nu? Ja, ze is anderhalf. Ja, dus ze doet nu wel echt een beetje na wat ik doe. Dus dan wil ze ook make-up of een zonnebril opdoen. Of... Ja. In het kader van de zomer, waar word jij warm van? Ja, ik denk als ik gewoon echt wel een lekkere vakantie in het vooruitzicht heb voor het najaar. Dat vind ik wel echt lekker. Dat ik weet dat ik gewoon op een tropisch eiland lig. En, ja. Wat is je droombestemming? Ik denk toch Bali. Ik vind Bali heel chill. Ja. Ben je al eens eerder geweest? Ja. Wel lang ook weer, ja, toch? Ja, dus nu is het wel... Het was zeg maar mijn droombestemming, maar ik ben nog nooit met mijn dochtertje geweest. Ah, dat en het is 16 uur vliegen, dus ja. We'll see. Maar ja... Never have I ever wild geplast. Wel? Ik plas heel vaak wild. Waar doe je dat dan? Ja, waar niet is een betere vraag. Geskinny dips. Ja, heb ik ook gedaan. All the way? All the way, ja. Op mijn zonnebril gaan zitten. Ook al. Heel vaak gehad ook. Seks gehad in een tent. Ook. Heb ik ook wel eens gehad, ja. Oh, ja. Zwoel wel. Ja. Als het luchtbedje? Ja, als luchtbedje. Is niet aan te raden eigenlijk. Droomvakanties, maar waar liggen jouw dromen? Op dit moment staat echt hoog op mijn lijstje om een tijdje in het buitenland te wonen. Ja. Oeh, wat spannend. Ja. Leuk. Ja, dus daar ben ik nu een beetje mee bezig. Dus niet forever? Nee, niet forever. Maar nu, omdat ze dus nog klein is, nu kan het nog. Ja. Dus nog niet echt naar school. Zitten we aan te denken om volgend jaar, als het dus hier winter is, ergens naartoe te gaan. Denk Spanje of zo. En je carrière, wat voor doelen heb je daar, doelen en dromen? Ik vind het altijd zo lastig, maar op dit moment wil ik gewoon heel graag dat mijn Instagram gewoon lekker doorgaat zoals het nu gaat. En het lijkt me heel leuk om ooit iets voor mezelf te beginnen. Misschien iets met kleding of iets. Dat heb ik nog niet concreet, maar dat is wel iets waar ik over nadenk. Verder heb ik met vriendinnen een podcast, superleuk. En dat willen we wat meer uitbreiden dit jaar nog. Voor de kijker, hoe heet deze podcast? Waar kunnen we het vinden? Met de Gurnals heet het. Het is een lang verhaal, maar... Kom maar op! Nou, dat was heel grappig. Een vriendin van mij, Amaka, zij houdt heel erg van garnalen. Dus zij ging garnalen bestellen en zij wist even niet meer het Engelse woord. Dus zij zei, can I have the Gurnals? Ja, heel random. En toen ineens was dat onze groepsapp en nu is het podcast. Gewoon het woordje is gebleven. Ja. We hebben het nu even over de toekomstplannen gehad en de dromen. Maar als we even teruggaan, hoe was jij als kindje? Ik was eerst heel verlegen en daarna was ik ineens soort van, wilde ik alleen maar optreden voor iedereen en dansen en zingen en was ik heel uitbundig. En heeft dat ook ermee te maken dat je dan nu zichtbaar bent denk op Instagram? Denk het wel, ja. Dit gaat natuurlijk over hoe we door de zonnebril heen kijken, maar hoe kijk jij naar de wereld? Is het bijvoorbeeld het glas altijd half vol, half leeg? Ja, ik ben half vol. Ik ben wel positief. Ik sta altijd wel positief in het leven. Ik heb altijd wel gewoon zin in. Heb jij ook dat je dan de mensen in je leven daarop selecteert bijna, dat anderen ook positief moeten zijn? Ja, zeker. Ik heb ook best wel, nu ik ouder word, dat je op een gegeven moment gewoon wel... afscheid neemt van mensen waarvan je denkt, ja, je krijgt eigenlijk alleen maar gewoon bad vibes van. Ben je iemand mensen. Die silent afscheid kan nemen? Of ga je het echt zeggen van, nou, ik vind nu wel klaar? Ligt een beetje aan de situatie.
ik heb beide gehad. Ja? Ja, ik heb beide gehad. Want ik heb ook wel echt vriendinnen die ik al zo lang ken en die gewoon meegroeien, zeg maar. Ja. Maar bijvoorbeeld in mijn studententijd had ik ook wel weer een hele andere groep vriendinnen die, nu, ja, die ik nu niet meer spreek. Tot slot. Ja. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Kijk nu even ver. 10 jaar? Ik denk dat ik niet meer in Amsterdam woon. Hoe dan ben je echt definitief betrokken? Dan ben ik definitief gone. Nee, ik vind het nu nog superleuk. Maar ik denk wel van uiteindelijk wil ik wel een soort van meer ruimte. Gewoon lekker een grote tuin. Ja, als het kan een huis in het buitenland ook enig. Ja, ik denk wel nog een kindje. Als het allemaal lukt natuurlijk. Ik hoop dat ik nog steeds gewoon lekker voor mezelf kan werken. Leuke dingen kan doen. Ja. Ja. Ik vond het superleuk om je beter te leren kennen vandaag. En we hebben een lekker rozeetje gehad. Top. Dankjewel. Mag ik knuffelen? Ja, zeker.